ik ga ook niet liegen, ik genoot van die aandacht. Ja? Sorry, ja. Ik voelde mij echt Kim Kardashian, maar dan de obesitasversie. Vandaag hebben wij Alena te gast. En hoe graag ze het ook wil, huisje, boompje, beestje, lijkt het toch niet helemaal te lukken. Ze trekt namelijk heel veel verkeerde mannen aan en mannen die niet helemaal serieus zijn. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta hier, ik ben wie ik ben. Ik laat mij niet in hokjes plaatsen. Ik ben gewoon Alena en ik laat me niet wegjagen. Natuurlijk, ik deel mijn transitie al jaren met jullie. My name is Alena. I'm transgender. Ja, toen is mijn slettenziel geactiveerd. Ik heb niet echt een liefdesleven, ik heb meer een dateleven. Gewoon een filmpje kijken en gezellig samen zijn. Lachen, gieren, brullen, tikkie tikkie boom boom. Thank you for watching en ik zeg... Hallo. Alena. Ja. Fijn dat je er bent. Thanks for having me. Ja, en ik heb al hier en daar wat dingen gehoord, maar aan mannen in jouw leven is volgens mij geen gebrek. Nee. Alleen heb je nog niet de juiste gevonden. Nee, inderdaad. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het echt ook een beetje wel aan mij ligt. Ook de mannen waarin ik mee eigenlijk in zee ga. Dat zijn allemaal mannen die gewoon eigenlijk naar me toe komen voor seks bijvoorbeeld alleen. En ja, ik denk dat ik zelf ook wel een beetje toxic ben, denk ik, met mannen. In de zin van, ik val gewoon op de foute typetjes. Dat is het gewoon, ja. En wat zijn dan de foute typetjes? Zijn ze al bezet of? Ja, vaak wel. Bezet, getrouwd. Ik denk dat ze heel wat zijn. Waar haal jij deze mannen vandaan? Want ik zeg je eerlijk, de laatste maanden met corona, ik heb niks kunnen fixen. Ik praat met niemand. Ik wil ook een beetje wat van je trucs leren. Ik denk dat ze mij gewoon benaderen via social media. Dat is het eigenlijk. Ze benaderen mij en dan vraag ik een foto. Het is net een onderhandeling. Ze sturen mij een foto. Waar woon je? Leeftijd? Weet je, die standaard. Oh, leuk. Hebben ze om af te spreken? Ja hoor, oké. Okay. Zo gaat het eigenlijk. Huh? Maar gaat het zo snel? Ja, vaak wel. Eén keer is het heel erg fout gegaan bijna. Ik had een blind date eigenlijk met iemand. En via Badoo volgens mij. En hij was naar mijn huis gekomen. Echt heel kort gepraat te hebben, letterlijk. En volgens mij was hij onder invloed van zijn kaken bewogen, heel raar. Hij deed heel, heel eng en heel zenuwachtig, helemaal met zijn handen bij zijn jas en zo. Ik denk, als hij nou een pistool heeft of iets. Ik denk, girl, ik moet ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk uit mijn huis gaat. Dus ik ben gewoon naar de deur gelopen en ik zeg, wil je alsjeblieft weggaan? En toen zei hij, wees zeker, helemaal wees zo. Ik zeg, alsjeblieft, ga weg. Toen is hij weggegaan en toen dacht ik, dit is de streep voor mij. Ik moet hiermee stoppen, ja. Hmm. Eerlijk, hè? Nu heb je losse contacten, nog niet een relatie. Nee. Ik ook niet, maar verlang je niet stiekem gewoon naar huisje, boompje en beestje? Als ik, de ware wil ik niet per se zeggen. Als ik iemand vind die mij accepteert zoals ik ben. En die mij echt gewoon de vrouw laat voelen hoe ik mij van binnen voel. Dan 100%, dan wil ik dat wel. Maar mijn beeld van relaties is een beetje de afgelopen jaren echt gewoon fucked up geworden. Ja, omdat ik gewoon heel veel getrouwde mannen, mannen met vriendinnen, zie vreemd gaan. En ook met transgenders, ook met homo's. En dan heb ik zoiets van, iedereen doet het met elkaar deze tijden, letterlijk. En dan, wat heb ik dan aan een vaste relatie? Dan kan ik gewoon ook rondscharrelen. Maar denk je dat een huisje, boompje, beestje, dat iets is wat voor jou is weggelegd op de lange termijn? Lastig. Ik denk echt dat ik eerst aan mezelf moet werken. Voordat ik in een relatie kan stappen. Daar ben ik nu ook mee bezig. Klinkt misschien heel raar, maar ik heb ook contacten nu met seksverslavingzorg. Ja, dat klinkt heel heftig. Niet dat ik per se een seksverslaving heb, maar daar leren ze dan om te gaan met mijn verlangens. Ja, heb je er hier zelf hulp voor gezocht? Ja, ik heb het zelf gedaan. Want ik wil gewoon een keer serieuzer zijn of zo. Of gewoon dat een beetje achter mij laten. Dat hele gekke wilde en Heb jij een hoger libido, denk je, dan andere mensen? Nou, niet per se. Ik denk dat het gewoon meer is om mijn leegte te vullen. En de eenzaamheid, denk ik. En dat is dan meestal gewoon, dan vul ik mijn leegte, mijn eenzaamheid. En dan komen ze bij mij bijvoorbeeld. En dan is het leuk. En als ze weer weggaan, dan voel ik weer die leegte. En ik ben een beetje verslaafd daaraan, denk ik. Ja.
voor mijn vader zal ik altijd zijn zoon blijven. En hij zal altijd mij Mustafa blijven noemen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Seks op de eerste date is een no-go. Nou, voor mij geldt dat niet. Sorry. Ik pijp al op de eerste date, schat. Sorry. Ja. Luister, ik denk dat iedereen dit voor zichzelf moet bepalen. Wil je gewoon seksen? Go do it. Wil je het niet? Ja. Doe je het niet. En als er een klik is, je voelt diegene, just go for it. Go with the flow. Denk ik. Go with the sucking. Even kijken, in therapie gaan is een teken van zwakte, vind ik niet. Absoluut niet, bitch. Ik heb zoveel therapie in mijn leven gevolgd en ik ben nog steeds niet uitgetherapeut. Ja, nee, is geen teken van zwakte. Het is net, therapie is gewoon net als naar de dokter gaan. Als jij pijn hebt aan je been, ga je naar de dokter. Als jij dus pijn hebt aan je ziel, in dit geval, of met gevoelens zit intern, dan kan je dus in therapie gaan. Dat is geen zwakte, dat is een kracht, want je wilt jezelf beter maken. Ja, you better work. Dus zeker geen teken van zwakte. Absoluut, ja. Nee. Oeh, je geslachtsdeel bepaalt of je man of vrouw bent. Nou, volgens de maatschappij wel. Maar ik vind het niet. Ja, dat ben ik. Dat is mijn mening. Ik vind hoe je je voelt bepaalt jouw genderidentiteit. En niet of je een piemel hebt of allebei. Sommige mensen hebben allebei. Ja, dat is ook een feest. Kijk, je bent veel zichtbaar online. Hè? Je komt live op Facebook, je bent actief op TikTok, Instagram, dat soort dingen. Je hebt natuurlijk een bepaald beeld dat je naar buiten uitstraalt in je lives. Denk jij dat je met dat beeld dat je creëert online, dat je jezelf misschien niet wel een beetje een makkelijkere prooi maakt? 100%. Ja, 100%. Ik denk dat dat zeker wel zo is. Ook de manier hoe ik mezelf daar naar buiten zet, zeg maar. Ja, die mannen denken ook van, ach, je toch? Gewoon in lekker nu en dan weggooien. Ja, zo. Maar het is niet per se dat ik misbruik van mezelf laat maken, want sorry, bitch. Als je met mij wil afspreken, begin te betalen of begin iets te kopen, doe het dan in, want sis, nee. Je kan niet zomaar met mij chillen, maar het is gewoon, ik zie het soort van als een transactie. In de zin van, ik krijg iets en jij krijgt ook iets. Nee, plezier, snap je dus? Ja. Denk je eigenlijk dat je seks een beetje gebruikt als een schild? Ja, het is heel verschillend. Dat wat je zegt, ik heb wel vaak een schild. Maar dat, ik kies dat echt willekeurig uit bij wie ik dat kan doen en bij wie niet. Want ik heb ook wel bijvoorbeeld echt leuke dates. Waarin ik wel echt gewoon dieptegang heb en gesprekken heb en gewoon gezellig heb. En ze blijven dan ook bijvoorbeeld slapen, weet je wel. En dan, of ze komen vaker, weet je wel. En ja, dat heb ik wel. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk wel dat het een soort van schild is, ja. Hoe reageert je familie op jouw uitspraken in je lives? Ik ga stuk. Nou, mijn nichtje heeft een keertje mijn live video aan mijn vader laten zien. En hij wil het liefst eigenlijk niet dat ik live ga, maar ja. Ik heb vaak niet naar hem geluisterd, dus ik ga gewoon live. Heb je nog wat met Young Ellens gedaan na de video van Club Hub? Nee, nee, helemaal niet. Die dag was ik ook heel zenuwachtig, maar sorry, ik vind Young Ellens wel echt een paar pijn. Sorry. Sorry, ik ben. Hoe verberg je je piemel? Schat. Hoezo? Heb je ook interesse om naar achter te plakken? Cool. Je bent een transvrouw, dus waarschijnlijk, niet waarschijnlijk, zeer zeker voelde je al op hele jonge leeftijd, wist je al dat je vrouw was. Ja. Uiteindelijk was het toch niet makkelijk om daarvoor uit te komen, want je hebt gewacht totdat je vader emigreerde naar Turkije. Ja, ik heb gewacht inderdaad totdat hij is geëmigreerd, want ik denk als hij in Nederland zou blijven had ik het ook niet gedurfd om in transitie te gaan. Vooral omdat ik bang was dat hij zich kut zou voelen of zou schamen voor mij. Of dat zijn vrienden wat zouden zeggen. Want zijn vrienden zeiden al eens tegen hem van, wat is er met jouw zoon aan de hand? Hij draagt oorbellen, hij verft zijn haren blond en dat is niet normaal voor een Turkse jongen. En ik voelde me vaak wel kut dat hij ook zichzelf kut voelde. En je zegt, ik had het waarschijnlijk nooit gedaan als hij niet was gegaan. Ja. Wat heftig. Ja, ja. Terwijl je zit met allemaal gevoelens waarvan je eigenlijk al heel goed weet wat je daarmee moet. Ja. Maar dan zou je dus nooit jezelf geweest. Nee, ik denk het niet. Nee. Hoe hield je het vol?
Nou, ik heb me heel erg lang eigenlijk gewoon anders voorgedaan. Ik heb ook bijvoorbeeld vriendinnetjes gehad. Ik ga een stuk voor de buitenwereld zogenaamd. Yeah. Alsof ik gewoon hetero was. Girlfriends! Ja, girlfriends! Ja, ik ben nooit verder gegaan dan zoenen hoor. Yeah. Maar... ik ga stuk. Maar je had echt een, op de middelbare school zo had je dan een vriendin. Ja, ja. Het was, voor mij was het meer vriendschap. Die meisjes waren natuurlijk wel allemaal verliefd op mij, want ja, ik kon niet opscheppen of zo, maar ik zag er wel echt normaal uit als een Turks jongetje. Gewoon, je was gewoon spannend. Ja, Er is één belangrijk moment geweest, niet één, waarschijnlijk meerdere, maar dit was een belangrijk moment, was namelijk het veranderen van jouw paspoort. Ja. Wat zijn nog meer van dat soort bevrijdende momenten geweest in jouw transitie of in jouw journey? Hormonen. Ja, hormonen. Mijn geslachtsverandering op paspoort. En denk ik ook gewoon mijn vrouwelijk kleden, make-up opdoen. Dat is iets wat ik altijd al wou vroeger. En ja, gewoon als vrouw door het leven gaan. Mm-hmm. Zeker, ja. Je kreeg best wel veel nare reacties. Ja. Heb je voorbeelden daarvan? Heel erg veel. Oh, meid. Nou, nabespuugd worden, dat is een van de 100 dingetjes. Uit auto's, dat mensen mij gingen catcallen, achtervolgd worden op scooters. Wat nog meer, gewoon echt gewoon uitschelden en ja, meestal als ze in groepjes zijn doen ze dat altijd heel kinderachtig. Maar hoe ga je daarmee om? Want je loopt op straat, minding your own business, wat? Gewoon lacherig. Ja, ik lach altijd alles in het leven weg, denk ik. Ik denk dat het ook wel een beetje mijn copingmechanisme is om met dingen om te gaan, weg te lachen. In het begin raakte het me wel heel erg, ik ga niet liegen. Dat ik dacht van, waarom eigenlijk? Ik bedoel, ik heb jullie niks aangedaan. Waarom gaan mensen mij zo... Snap je? Maar op een gegeven moment, ja, ik ga ook niet liegen. Ik genoot van die aandacht. Ja? Sorry, ja. Ik voelde mij echt Kim Kardashian, maar dan de obesitasversie. Je familie, die noem je nog steeds bij je oude naam. Ja. Vind je, hoe vind je dat? Ik vind het oké. Ze mogen mij zo noemen, want voor mijn vader zal ik altijd zijn zoon blijven. En hij zal altijd mij Mustafa blijven noemen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Voor mij is het nu gewoon belangrijk dat ik gewoon goed contact met hun heb. Dat was ook heel erg anders in het begin. Ik heb echt hun 5 jaar niet gesproken, niet gezien, niks. Mm. Dus dat ik nu gewoon enigszins gewoon contact met ze heb en we kunnen allemaal door één deur, dat is al voldoende voor mij. Ja. Ja. Ik denk dat je nu wel op een punt bent, hè? Je bent best wel een geziene persoon op social media. Ja. Dus eigenlijk zou je wel jou een beetje een rolmodel kunnen noemen op dit moment. Oh. Ik denk dat je dat label echt wel mag dragen. Ah, thank you. Wat zou je andere mensen in jouw situatie of in een vergelijkbare situatie nog willen meegeven? Goed nadenken. Maak je keuzes op basis van jezelf en gewoon doen. Ik denk, als ik terug kon in de tijd, had ik het eerder gedaan. Gewoon doen, niet te veel naar andere mensen luisteren, niet te veel andere mensen invloed op jouw keuze hebben. Alena, dank je wel. Thanks for having me. Ja, voor je openheid. En ik vond het ook echt een heel fijn gesprek, ja, ik hoop jij ook. Ik ook. En ik ben vooral benieuwd als je zit te kijken, speelt het verleden een rol in jouw datingleven? Laat het weten in de comments hier onderin. Duimpje omhoog. Ik check jou in de volgende. So much love and kisses. Bye.